We hadden daar gewonnen met 2-0. In het Wandelstokstadion. Oh my, dat zal goed zijn. Voor de zesde aflevering alleen maar de bekermatje. Daar wil ik toch komen een keer in de mietjeskleur. Ik ga toch wel aanpassen zo te zien. Bastien krijgt even zijn kans. Matthijs en Helen ook. De schacht. Nee, wacht eens. Ah ja, ik heb toch maar in. Systeem ook weer waar. Kijk, dat heb ik ook ooit een of andere gemaakt. Zo word ik echt zo lulu. Wow. Er moet toch een paar die echt moet spelen terwijl dat ze KO zijn, hè? Het is meer Suarez, meer koud dan Mitrovic. Iedereen van harte welkom. Evert de Napel is mijn naam en naast mij zit Jurie Mulder en welkom allemaal zou ik maar zeggen. Oh, oh, oh. Maar 13 punten. Schandalig. Dat gaat toch niet beter worden ook nog. De opstelling te zien na zijn niet al te indrukwekkende prestaties de laatste tijd. Echt van de rondsfeer. Bal vanaf de buitenkant. Op de lat komt die bal. Oh, 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 oh. Achter. Het is een hoekschop. Plukt die bal uit de lucht. En die gaat meters naast. Zoek het pas hoe naar Beul. Dat gaat speel Bastien. Net begonnen en dan al een vrije trap. En hier zien we die doelpoging nog eens. Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Mag het geweet, Evert. Zal u een ding zeggen? Op in de chauffeur voel ik dat niet zo heel erg. Buitenspel zo te zien, ja. Maar in een Champions League zoiets weggeven op dat niveau, dan worden kansen afgemaakt. Slim onderschept door de achterhoede, die passeer niet zomaar. De bal gaat rechtstreeks. Hij probeerde met zijn hoofd. Kon de bal niet naar beneden koppen. Maar hij verbaast me dik. Hij strekte hem ook helemaal uit, maar kon hem toch alleen maar schampen.
bijna 10 na 7. De Schacht. Het is ongeveer zoals ik dacht. Dat ik zal nu veel tijd hebben om live te zenden vandaag. Moet je dat zien? Ziet er gevaarlijk uit. 0-1 Anderlecht. Doelpunt. Dankzij. Oh god. Dankzij. Alvarez. Oei oei. Oei oei. Die had zoveel kritiek. Als ik me niet vergis. Maar hij maakt toch een knappe goal van. Ze strijden om de bal. Heel naar Descartes. Descartes speelt naar Praat. Praat probeert. Verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Mooi te voetballen. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Maakt meteen een einde aan die aanval. Alvarez. Springt over hem heen. Prachtig om te zien. Kuijsen. Ik denk dat ik weet hoe hij deze vernoemen. Het Arsenal scoren. Buisje. Er is iemand mee, dus hij heeft de mogelijkheid om de bal af te spelen. Dat is een kansrijke paas. Wat een vaart. Iedereen dacht dat dit een gelijkmaker zou worden. Hij pakt er toch niks van. Lijkt het nergens. Ik zeg altijd, als jullie beter kunnen, doe dan zelf. Voilà. Alvarez. Naar Praat. Cornelis. De doelman mag de bal weer in het spel brengen. En in de herhaling kan iedereen het nog eens een keer duidelijk zien. Inderdaad zeg, als dat geen geel was. De Schacht. Praat, goed zo. Rondgetikt. Naar Dennis. Mooi hakje naar Kleestan. Kleestan naar Bastien. Bastien naar Najar. Oh. De bal is uit, ze mogen ingooien. Ja, normaal. Mitrovic is ook wel vermoeid. Die bal gaat het strafschopgebied in. Krijgen we een doelpunt? Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. Hij gaat ervoor.
Nee, hij geeft de bal veel te veel effect mee. Hij raakt hem gewoon niet vol genoeg. Ja. Maar Mitrovic zal het nooit 90 minuten houden. Dat zie ik al zo'n zin. Dan is een KO, dan verlies ik ook nog een. Het is bijna rust in cirkel Anderlecht. Alvarez. Een juweeltje dit schot. Ook schoppen denk ik. Nee, inworp. Nu komt het. Nee, die bal komt niet bij een ploeggenoot. De keeper pakt hem. Ja, en nu? Hij doet het. Stopt de bal, maar het gevaar blijft. We krijgen toch kans, hè, voor Sporting. We gaan rusten bij een stand van 1-0. Ik ben benieuwd wat de tweede helft voor ons in petto heeft. Ook zult de wagen nog gespeeld worden. Voor de rest is 0-0 binnen overal, maar in Beveren. Ja, spits voor spits. De scheidsrechter heeft alles in orde bevonden en we kunnen dus weer van start. Matías Suárez. Een schermutseling om de bal. Inworp. Hé, hey, zodat je. Allee dan. Als jullie dat zeggen, maar volgens mij was het toch een rot voor mij. Mooi doorgekopt hoor. Hij heeft de ruimte. Loeihard. Ai. Een doelpunt. De gelijkmaker. Net wat we nodig hadden. Daar is de Skulason. De tegenstander uit het lood geslagen met een sensationeel doelpunt. Of nee, dat is een te ware Skulason. Speler krijgt de bal weer terug. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Cornelis. Ze krijgen een ingooi. De coach gaat wisselen. Wie gaat erin komen? Praat. Alvarez. Buissen. Alvarez. Nee. Buissen. Mooi. Suárez. Ze krijgen een inworp. We gaan wisselen. Mooie voorzet. Ja, hij heeft de bal te pakken. Voorzet is onschadelijk gemaakt. Het zag er even heel gevaarlijk uit. Maar ja, de keeper redt die bal. Matías Suárez. De bal gaat heen en weer. Ik moet snel fluiten voor buitenspel en manneke.